staan hier voor het Kerbenterras, het eerste verblijf in Artis zonder tralies. En dat was voor zijn tijd toen revolutionair. Alleen nu met alle kenners van nu zeggen we, ja, voor leeuwen niet meer geschikt. Toen moesten we de keuze maken van, namen we afscheid van de leeuwen, of gingen we de leeuwen in Artis houden, maar moesten we een nieuw verblijf ontwikkelen. Wat belangrijk is, denk ik, bij het ontwerpen van dierverblijven, is dat je veel keuzes aanbiedt. Dus dat je niet denkt van, ik weet wat het dier wil, dus ik maak dit. Maar je moet juist gewoon een hele hoop opties aanbieden, zodat een dier de keuze heeft om zich te gedragen zoals hij wil. Het mooie het verblijf is dat het meerdere niveaus kent. Dus we hebben een hele hoge partij en die afloopt naar lagere partijen. En sowieso binnen die partijen allerlei hoogteverschillen. Dus dat hebben we met die rotsformaties aangebracht, maar ook de boom, met name hier achter mij. Dat geeft ze een mogelijkheid om van de onderste verdieping naar de eerste verdieping te kunnen lopen. Dus ik denk dat ze straks een aantal spieren gaan aanspreken die ze nog niet eerder hebben hoeven doen, bij wijze van spreken. Grote katten vinden het heel prettig om uitzicht te hebben. Als je een poes hebt thuis of een kat, dan weet je het eigenlijk al wel. Hè? Die gaan ook vaak wat hoger zitten. Dus uitzicht is absoluut een heel belangrijk aspect van je op je gemak voeden voor een grote kat. Het meest bijzondere is denk ik het hek wat er omheen staat. Dat hebben we helemaal in het verblijf geïntegreerd. We hebben ontzettend veel denkwerk aan verricht om dat zo harmonieus mogelijk neer te zetten. Je ziet eigenlijk een beetje een vanzelfsprekend landschap met een ontspannen hek wat daar een beetje doorheen kronkelt, waardoor je als bezoeker dus ook in dat landschap kunt zijn. Maar er zit natuurlijk heel veel techniek en gedachten achter. Dus samen met Alexander Lefebvre, architect van dit verblijf, hebben we heel erg geprobeerd om landschap en de constructieve delen één geheel te laten zijn. Wij hebben natuurlijk heel lang samengeleefd met de leeuw als mens en daar waren we ook prooi. We hebben adrenaline om te kunnen vluchten. Dus er zitten een paar plekken in het verblijf waar je misschien in ene tegen die leeuw aanloopt. Dus waar je in één keer even misschien wel die schrikactie hebt als mens. En dat je als bezoeker ook ervaart van, oh ja, wacht even. Ik ben niet alleen maar de baas van iedereen, maar ik ben misschien ook wel een stukje vlees. Dus dat ga je ook afvragen van, hey, maar hoe zit dit eigenlijk? Is dit wel veilig? Uiteraard is het veilig. Maar zo'n soort ervaring, dat hebben we op een aantal plekken hebben geprobeerd om de bezoeker daar even net op het verkeerde been te zetten. Het hek is niet de grens tussen het landschap van de leeuw en het landschap van de mens. Maar dat hek dat krult daar als het ware doorheen. En als mens word je uitgenodigd ook in het leeuwenlandschap. Dus dat zijn momenten waar je als bezoeker het gevoel hebt, hey, ik ben nu te gast in het landschap van de leeuw. En daarmee ook net een andere blik te krijgen op die leeuw. De basisidee voor het hele beplantingsplan is zodat we een wat droger deel hebben met meer grassen. Dus dat is eigenlijk de savanne in de zomer. En dat we een groener deel hebben aan de andere kant, waar het eigenlijk altijd een beetje fris groen is. En dat zou je kunnen zien als de savanne in het voorjaar. Je kan heel makkelijk een zandbak maken en daar hebben die leeuwen het waarschijnlijk ook best goed als je nog wat schaduw aanbiedt. Maar door dus heel veel vegetatie toe te passen, trekken we straks ook de mussen aan. We trekken ook duiven aan. Door het water eromheen trekken we reigers aan. Dat zijn natuurlijk allemaal dieren die op onvoorspelbare momenten de leeuw zijn aandacht kunnen trekken. En ook al zouden ze ze niet vangen, hè, dan nog steeds is de aanwezigheid van andere dieren volgens mij een van de beste vormen van verrijking die je een dier in de dierentuin kunt geven. Los van de veiligheid heb je ook de verantwoordelijkheid van hoe gaat een dier zich hier voelen. En daar zit eigenlijk meer zorg bij mij, omdat het is toch gewoon hun dagelijkse leven wordt dit. Ja, kunnen we hun daar een verblijf aanbieden wat daarin voorziet? Ik denk dat dit helemaal past bij de huidige tijd. Dus meer ruimte voor dieren is een route die Artis eigenlijk al 20 jaar zo niet langer bezig is om in te zetten. Dus ik denk dat het heel passend is om de soort op de juiste manier te kunnen huisvesten. Met alle inzichten die we tegenwoordig hebben daarin, denk ik dat we iets heel moois neergezet hebben. Kunnen ze hier gelukkig worden? Kunnen ze zich hier ontwikkelen? En dat blijft altijd spannend. En dat voelt als een grote verantwoordelijkheid. Ja.